Maar eerst het nieuws, dit is Henk Blok. Amerika heeft Syrië aangevallen. 538 Nieuws. Ik ben Henk Blok, ik ben nieuwslezer bij Radio 538... en dan in het bijzonder bij het programma Even staat op, elke ochtend tussen 6 en 10. Hoe kijk je er tegenaan dat er nu steeds minder vaste banen zijn binnen de journalistiek? Aan de ene kant vind ik dat heel goed, want toen ik bij de NOS werkte had echt iedereen een vaste baan in die tijd nog. En daar zaten mensen die waren nou, midden 40 of zo, en die zaten al helemaal de dagen af te turven totdat ze met pensioen konden. Ze hadden die zekerheid van die vaste baan en voor de rest maakten ze allemaal helemaal niks uit en ze deden hun dingetje en dat was het. En ze waren vooral met pauze en met koffie drinken en verder deden ze niks. Dus zij hadden geen uitdaging om zichzelf te bewijzen. Dus dat is het nadeel van iedereen maar een vast dienstenband geven. Tegenwoordig is weer het andere uiterste. Dan heb je eerst een contract en dan nog een contract. En dan zou je een vaste dienst moeten krijgen. Maar in de praktijk werkt dat eigenlijk niet. Want heel vaak hoor je, en volgens mij is dat bij de media heel erg, dat mensen twee keer een contract krijgen en dan worden ze ontslagen of dan wordt het contract niet verlengd en dan kunnen ze verdwijnen. Terwijl ze wel goed presteren. Maar omdat de werkgever dan die mensen geen vast dienstverband wil geven, worden ze ontslagen. En dat vind ik een slechte ontwikkeling, want daardoor gaat ook een hoop talent verloren. Ja, want ondertussen polariseert de discussie over ontslagbescherming tussen werkgevers, vakbonden en de politiek. Ja. Vraag is dan, moeten flexbanen vaster worden of vaste banen juist flexibeler? Ik denk van allebei een beetje. Ik denk niet dat je terug moet naar wat je vroeger had, dat vast ook wel heel vast was voor 40 jaar bij de zelfde baas. Dat vind ik ook geen goede ontwikkeling. Maar nu gaat het te veel de andere kant op. Is het te veel flex en geef je mensen ook wel heel weinig zekerheid. Want je hebt nu wel zekerheid met de vaste baan. Ik heb heel veel zekerheid en ik blijf nog wel gemotiveerd en ik blijf het leuk vinden en ik blijf de leuke dingen ontdekken en ik ben niet zo'n iemand die aan het aftellen is tot aan zijn pensioen. Alsjeblieft niet. Ik moet er niet aan denken dat ik met pensioen zou moeten gaan. Maar dat gevaar loert natuurlijk wel. En dat heb je wel met vast dienstverband. Binnen meer bedrijven worden steeds meer jonge werknemers aangenomen en ingezet. Hoe kijk jij tegen die ontwikkeling? Vind ik heel goed. Je moet bij een bedrijf een beetje oude mensen hebben, een beetje jonge mensen hebben. 538 is gericht op mensen van vooral onder de 35. Dus dan is het raar als er alleen maar mensen zouden werken die 55 of nog ouder zouden zijn. Ja, toch? Ja. Dus ik vind het wel een goede ontwikkeling. Hoe lang zie je jezelf dit werk nog doen? Weet ik niet. Ja, misschien nog wel lang. Misschien nog wel niet zo heel lang. We hebben nu Even staat op. En daar ben ik heel erg aan verbonden. En dat programma dat duurt nog. Dat blijft nog zeker anderhalf jaar lopen. Maar wat er daarna gebeurt, dat is nog niet bekend. Was het nieuws op 538. En dan verkeer van 538, Rick.